M&M, het is bijna 1:15 en daar is hij, dames en heren. Jari Lampo uit Zomergem. Hallo, dag Eva. Zeg maar, Jari tegen het leven. We kennen elkaar ondertussen al goed, hè, Jari? Ja, ik heb al een paar keer gebeld. Je hebt al een paar keer gebeld. Wat moet ik nog allemaal over jou weten, Jari? Wat doe je zoal in het leven? Waar hou je van? Wat eet je graag? Vertel het mij. Nee, maar ik wil gewoon een keer bellen. Omdat nee, kom. Nu moet je wel eens iets over jezelf vertellen, hè, Jari. Ah ja, als je altijd aan mij wilt bellen. Ja, ik ben Jari Lampo. Ik ben 17 jaar. En ja, ik ben student van het vijfde middelbaar. Mm-hmm. En ja, ik heb het een beetje moeilijk met studeren. Oké, je hebt al 6 examens gehad en je moet er nog 6 maken. Ja, dus het zit perfect op de helft. Ja, dus dat is goed, hè. Dat is het aftellen al, dat is goed, hè. Ja, daar ben ik wel content mee, ja. Je bent ook een nachtstudeerder, hè? Studeerder, hè, Jari? Ja, vannacht zou ik graag de nacht doordoen, omdat het redelijk moeilijk is. Nou, ga je dan je morgen wel kunnen concentreren op je examen? Ja, dat zou wel lukken. Misschien ook wel even zal slapen, maar dat zal niet veel zijn. Hoe blijf jij zo wakker s'nachts? Naar M&M luisteren en cola drinken. Oeh, cola, zegt hij. Daar moet je wel veel boeren van laten, hè, van cola. Is dat niet? Niet waar, ik toch niet. Nee, ik constant. Ik heb al... Jari, echt, ik zweer het, hè. Ik dronk vroeger altijd Cola Light. En ik heb sinds november geen cola meer gedronken. Niks meer, geen druppel. Oei, en waarom niet? Omdat het ongezond is. Ik weet niet. Ja. Ik drink veel cola en ik ben gezond. Dus. Wie zegt dat? Jij zegt dat. Jari. Ja, ik zeg dat, ja. Zeg maar Jari tegen het leven. Misschien moet je dat gewoon op je examen schrijven morgenavond. Morgenmiddag. Zeg maar Jari tegen het leven. Ik denk dat dat zou werken. Of je kan ook... Ik kan ook dit proberen. Let it go! Welke vakken heb je morgen, Jari? Informatica en natuurwetenschappen. Ah, oké. Je weet wat ze zeggen, Jari? Nee, weet je dit? En we gaan nog niet naar bed. Belangen niet. We gaan nog niet naar bed. Mijn kussens is te vet. Nee? Ik ga nog niet naar mijn bed. Nee. Kan ik iets doen om je gelukkig te maken? Zonder zo wat met je te leuteren? Ik zou eerst ook graag de groetjes willen doen aan iemand. De groetjes? Dat mag. Ja, ik zou graag de groetjes doen aan Julie Lauwers. Allee, dat is een beetje een Twitter... maatje. En ja, ik ken haar van op Twitter, dus dacht ik, ga ik hier de groetjes doen. Heb je haar al eens in het echt ontmoet? Nee. Nee? Oh, weet je hoe Julie eruit ziet? Ja, ze heeft wel een profielfoto. Dus. Hartjes. Groeit er iets moois tussen jullie, Jari? Nee. Zeg maar Jari tegen Julie. Jari. Allee, zo'n marathonkoppeltje, gevormd op Twitter. Nee. Ben je niet into love, Jari? Nee, niet echt, nee. Echt? Allee. Nu nog niet zo. Ah, nee. Want liefde, dat is toch het schoonste wat er is, Jari? Ja, dat is wel waar. Dat is echt waar, hoor. Ja. Geloof me maar. Je moet mij geloven. Ja, ça va. Goed, Jari. een plaat, dat wou je graag horen, hè? Ja, ik zou graag Bakermat met Teach Me horen. Dat werkt wel, hè? Allee, dat past wel bij de problemen, hè? Ja, eigenlijk wel. Oei, ik krijg hier een sms via 6050. Er is dus een brand in Londerzeel bij een industriële bakkerij. En iemand sms't, brand in Londerzeel, die blijft groter en groter worden. Sebiet moet ik mijn huis nog verlaten. Oeh. Dat klinkt wel eng, hè? Ja, maar ze hebben ook gezegd dat het misschien giftig is, of niet? Ja, dat het inderdaad giftig is. Dat is eigenlijk gewoon gelijk informatica, dat is ook geweldig giftig, hè? Ik word daar zelfs giftig van. Oh, Jari, we zitten al op die trip, hè. Het is nog geen 1 uur geweest. Ja, ik moet hier nog even blijven zitten. Maar bon, we sleuren elkaar erdoor, toch, hè, Jari? Ja, ik zal ook nog even blijven zitten. Ah ja, tuurlijk. En anders, dan weet je ook wat je moet doen, dat is... Aan de schoolpoort staan, Jari. Eva. Jari. Eva. Jari. Jari. Eva. Eva. Jari. Eva. Jari. 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 Eva. Ja. Jari.
Jari, 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 ja. Hey, het is vandaag mijn verjaardag. Sorry. Oh, dat is... Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Jari. Oh, Julie Lauwers die tweet. Jari is de beste. Oh my god. Oh my god. Ik voel dat er marathon... Ik heb het niet gezien. Op een dag gaan er marathon baby's van komen. Echt waar. Maar ik had gezegd tegen haar dat ik op de radio ging komen, dus... Ah ja, je had het al op voorhand afgesproken. Ja, en nu stuurt ze naar mij. Ik zou het niet meer uithouden. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Zonder jou. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, met mij. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha. Jari. Jari. Eva. Jari. Jari. Eva. Jari. Jari, jari, jari. Het is vandaag mijn verjaardag. Jari, jari, jari. Oh, wat heb je een leuke naam. Het zou toch jammer zijn moest jij gewoon Tom heten, hè? Dat zou pas echt stom zijn. Oei, Jari. Ik hoop dat Tom de Kok niet luistert. Nee, die luistert, die slaapt, hè. Die moet slapen, jong. Die moet hier morgen staan. Ja, dat is waar. Jari, het is vandaag mijn verjaardag. La 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 la. Ik ga daar heel tijd mijn hoofd zitten. Ja, gelukkig. Hoe gaat het liedje van gelukkige verjaardag? Hoe zeg je dat weer? Van happy verjaardag to you. Happy verjaardag to you. Happy verjaardag to you. Happy verjaardag to you. Wat? Wat blieft? Ik zou vragen of dat mijn volgende verjaardag zal zingen. Goed. Wanneer is het uw verjaardag, Jari? 16 februari. Maf, twee dagen na Valentijn. Dus nadat je dan twee dagen... Jari verjaart op 16 februari. 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 My god. Maar dat is dan twee dagen nadat je met Julie op date bent geweest, eigenlijk. Oh, maf. Ideaal. Jij tijger, Jari. Ik heb je wel door, jongen. Zeg maar Jari. Ah, maar kijk eens. Hallo, dag Cheyenne Gillen uit Overpelt. Hallo. Het is vandaag jouw verjaardag. Ja. Maf. Gelukkige verjaardag to you. Gelukkige verjaardag to you. Gelukkige verjaardag to you. Gelukkige verjaardag to you. Dank je wel. Gelukkige verjaardag. Zelfs van verjaardag krijg je, van de echte verjaardag uit Zomergem, krijg je een gelukkige verjaardag. Cheyenne, hoe voel je je? Ja. Hoeveel jaar ben je? Heel goed. 16. Dan mag je drank drinken. Allee, broer. Ja. Maf. Ga je dat nu doen? Vanavond al? Nee, ik heb binnenkort examens. Ah ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dan moeten we het een beetje serieus houden, hè? Gelukkige verjaardag voor jou. Sorry. Ja, ik zit er altijd mee in mijn hoofd, hè. En we gaan nog niet naar bed. Belangen niet, belangen niet. Cheyenne, ben jij op dit moment ook nog aan het studeren? Nee. Hoe komt dat je dan nog wakker bent voor je verjaardag gewoon opgebleven? Nee, ik was nog naar Marathon Radio aan het luisteren. Ah, maar dat vind ik echt goed van jou. Je hebt zo'n leuk Overpelts accent. Daar ben ik echt van. Dat is echt leuk. Zeg, wat wil je graag voor je verjaardag? De hele wereld luistert, hè, dus ze kunnen jou dat nu komen brengen. Goeie punten. Ah, dat vind ik echt geweldig goed. Goed idee. Nog iets? Misschien heeft Verjari nog een wens voor jou. Ik heb nog wat proficiat wensen op Twitter. Proficiat wensen op Twitter. Wat is jouw Twitternaam? Cheyenne Gillen. Een 3. Nee, Jari, ja, even niet. Cheyenne Gillen. Cheyenne met S-H-E-Y-N-E-N-E. Gillen met G-I. Ja. E-L-E-N. Ja. 13. Nee, 3. 3. Ah, waarom 3? Dat weet ik niet. Ben je de derde Cheyenne Gillen in de wereld misschien? Ja, precies. Want de rest was niet meer bij. Misschien heeft Verjari nog een wens voor jou. Verjari, heb je nog een wens voor Cheyenne? Maar ik zal ook tweeten gelukkige verjaardag. Gelukkige verjaardag voor jou. Gelukkige verjaardag voor jou. Hier, Dennis wil jou een gelukkige verjaardag wensen. Kom, we gaan even Dennis snel opbellen. Gelukkige verjaardag. Ach, het is zo'n bijzondere dag vandaag, hè, Cheyenne? Ja. 18 juni. Ja. En op welk uur ben je geboren, weet je dat?
7 uur 's avonds. Oh, dan ben je eigenlijk nog niet jarig. Nee. Oei. Klaas Pannemans laat weten dat hij in slaap valt van de verjaardag. Ja, het is al 5 voor 1. Moet gaan slapen, hè. Ah, het is waar, hè. Ja. Jari, Cheyenne. Als je nu niet kan wakker blijven, moet je gaan slapen. Zijn we met Dennis aan het bellen? We zijn met Dennis aan het bellen. Dorian zit aan de telefoon. Allee, zeg. Cheyenne, heb je dat ook al gezien op Twitter, dat Jari zo'n beetje aan het titsen is met Julie Lauwers? Ah, nee, nog niet. Ah, dat moet je eens bekijken. Ja, ga ik zitten. Jari, het is wel voor te lachen, hè. Of vind je het niet meer grappig? Ja, om dan pesten. Pesten? Dat is niet waar, dat is plagen. Ja. Jongens, plagen is liefde vragen, Jari. Oh, Eva, sorry. Ik ben jou nooit... Ik pesten, dat zou ik nu echt eens nooit doen. Cheyenne, dat is waar, hè? Dat is waar. Ik pest niet. Ik verpest het misschien wel, maar ik pest niet. Hebben we Dennis even gebeld? We gaan Dennis bellen. Dennis wou een gelukkige verjaardag wensen. Ah nee, die wilt een gelukkige verjaardagwens van mij. Die is ook jarig. Je deelt je verjaardag, Cheyenne, met Dennis. Hallo. Hallo, spreek ik met Dennis? Daar spreekt hij mee. Is het jouw verjaardag vandaag? Ja, dat klopt. Gelukkige verjaardag voor jou. Gelukkige verjaardag voor jou. Gelukkige verjaardag voor jou. Gelukkige verjaardag voor jou. Voilà. Iedereen is verjarig vandaag. Ik ga wel een beetje muziek draaien, want anders krijg ik klachten. Dennis, ik wens je een hele fijne dag. Een barakje voor de studenten. Wat een barakje voor de studenten. Ja. Yes, we can. Een barakje. Yes, we can. Oké, okay, we zijn drieën tezamen dan. Hè. Nog eens 3, 2, 1. Yes, we can. Nee, nee. Hey, wow, Dennis. Hou af. Stop allemaal. Ik word er gek van. Dus ik ga 1, 2, 3 tellen. Dan laat ik yes, we can horen. En dan meteen is het aan jullie. Oké? Okay? Dus 1, 2, 3. Yes, we can. Yes, we can. Prachtig.